Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag vanuit de babykamer. Het licht is hier misschien niet ultiem, maar ik dacht zeker voor deze eerste video. Je hebt trouwens ook geluid van buiten. Het begint net zo'n schoonmaakwagen. Maar ja, ik zit natuurlijk met slaapjes van Edin, dus chaos alom. Kortom, welkom bij een nieuwe video. Ik dacht ik ga in de babykamer zitten, want het is vandaag tijd voor de eerste update van hoe het met Edin gaat. En natuurlijk een beetje hoe het met mij gaat. Voor wie mij nog niet kennen, ik ben Karien van Blondie Beauty Fashion. En ik heb een zoontje, Niels, van 2,5. En sinds 3 weken een dochtertje, Elin. En voor wie mij al langer kent, weet het. Ik heb Niels ook updates gedaan van hoe het met hem en met mij ging. En dat wil ik nu weer gaan doen. Ik moet even gaan kijken of ik Niels er ook... zeg maar ook nog bij doe, of dat ik dat gewoon af en toe los even doe. Maar de interactie tussen hen zal ik sowieso al wat over zeggen. Goed, hoe is het met ons? Met ons gaat het goed. En is nu ruim 3 weken. En dan is altijd een beetje de vraag van waar ga je rekenen? Want voor wie mijn zwangerschapsfilmpjes ook heeft gevolgd, weet dat ik 2 weken over tijd was. Dus Eden is geboren met 41 plus 6. Dus net niet 42 weken, maar een dag ervoor. En heel veel boeken en bijvoorbeeld de Oeie Groei app zo rekenen allemaal vanaf de uitgerekende datum. Dus als je vanaf de uitgerekende datum zou rekenen, is ze eigenlijk al 5 weken oud. Dus wij zitten daar een beetje tussenin qua wat we dan denken hoe het ongeveer moet. Met name als het gaat om het prachtige fenomeen krampjes. Of tenminste, we denken dat het krampjes zijn. Bij Niels was het overduidelijk. Niels had echt enorme buikkrampen. En die kromp helemaal in één. En was gewoon heel duidelijk buikkrampjes. Bij Edin twijfelen we soms of het krampjes zijn, of het leven is, of we weten het niet. Ze doet het fantastisch. Ze groeit echt als kool. In de eerste week is het de bedoeling dat ze zo'n 15, eerst vallen ze een beetje af. Zij viel vrij veel af. Ze was ook vrij groot. Ze is geboren met 3880 gram. Dus geen kleine baby. Ook niet heel groot. Hè? Het is niet zo van... Oké, ze heeft echt 2 weken lang nogal een spek op zich geplakt. In mijn buik na de uitgerekende datum. Ze was daarmee iets zwaarder dan Niels. Maar dat scheelde maar enkele tientallen grammen. Over wie het ook niet weet. Dit zijn trouwens hak op de tak video's. Dan weet je dat. Ze viel wat meer af dan de bedoeling was. Maar daarna kwam ze meteen heel snel aan. Normaal zo'n 15 à 30 gram per dag. Elin kwam 100 gram per dag aan. Dus als je je vraagt hoe gaat het met je borstvoeding. Dat gaat vrij goed. Want ze groeit er dus heel goed op. Na 2 weken was ze al 500 gram boven haar geboortegewicht. Dus dat is super goed. Maar goed... of die melk dus ook heel erg lekker voor haar darm is. Aan het begin, ja, omdat ze zoveel binnen kreeg, de kamerzorg zei ook, ja, weet je, die darmpjes zijn toch helemaal niet gewend. Je moet daar gewoon aan wennen. En nu is ze inmiddels natuurlijk al wel iets verder en iets meer daaraan gewend. Maar ja, ze heeft gewoon best wel, ze moet best wel veel huilen. En als je kijkt, zeg maar, bij de darmkrampjes tips, dan staat er altijd dat de piek is rond 6 weken. Dan zou je kunnen zeggen, dan zit ze nu bijna op de piek, want ze is 5 weken oud. Of je kan zeggen, de piek duurt nog tot ongeveer over 3 weken. Nou ja, goed. Wij hopen natuurlijk dan dat het de tweede is. Want ja, het is nu wel echt heel heftig. Ze doet het verder echt fantastisch, want ze is dus, ze slaapt 's nachts gewoon goed. Dat klop ik even af. Maar wat we over het algemeen zijn de nachten zo, dat we er rond 11, 12 uur de laatste voeding geven. En dan komt ze pas weer rond 6 uur. Nou, dat is natuurlijk voor iedereen die een baby heeft, weet dat dit is echt priceless. Dus, maar dat betekent dat ze vooral 's avonds heel onrustig is. En dat vind ik de grootste uitdaging nu, vind ik wel, zeg maar, een van de grootste uitdagingen nu vind ik wel de combinatie van een peuter met echt gewoon een strak ritme waar die heel goed onder gedijt. Versus een baby die geen ritme heeft en die gewoon gaat krijsen wanneer ze iets van je wil. Want het is echt krijsbaar. Het is een beetje... het is gewoon... Oké, heel relaxed. Dat vind ik echt een grote uitdaging. Ik ben heel benieuwd of er moeders zijn die dit herkennen. En wat zij ermee doen. Want wat wij hebben voor Niels is gewoon een schema van... we eten rond 6 uur, 5:15. Als het lukt, het wordt ook wel eens 6:30.
En dan mag hij daarna even lekker zelf spelen. Dan ga ik nog even met hem spelen of zwemmen te spelen of bij allebei. En dan op een gegeven moment is het tijd om op te gaan ruimen. Zo rond 7:50 is het tijd om op te gaan ruimen. En dan zoekt hij een boekje uit. Ik pak ik maak wat yoghurt met fruit en musli voor hem. Want we merken dat hij dat echt nodig heeft. Ook al heeft hij goed gegeten 's avonds. En ook als hij slecht heeft gegeten trouwens. Maar dan ja, dat hij gewoon toch nog even die extra boost nodig heeft. Dus dan yoghurt met fruit en musli. En dan gaan we een boekje voorlezen. En dan is het dus rond 7:30 zijn we daarmee klaar. En dan gaan we tanden poetsen. Pyjama aan. Of nou, nu is het geen pyjama, dus 80 graden. Maar iets schone luier. En dan naar bed. En bij naar bed gaan doen we dan nog tanden poetsen. We lezen dan een boek. Dus eerst kleden we om. Lala. En dan gaan we naar de slaapkamer. Dan vroeger zongen we een liedje tijdens tanden poetsen. Maar tegenwoordig. We merkten op een gegeven moment dat hij het liedje zo leuk begon te vinden dat het hem iets te wakker maakte. Dus we zijn nu gestopt met het liedje. Aan het begin werkte het super goed trouwens hoor. Maar nu werd hij er iets hysterisch van. Dus zijn we gestopt met het liedje en nu doen we een boekje voorlezen tijdens tanden poetsen. S'avonds poets ik zijn tanden, 's ochtends doet hij het zelf. Dat is een beetje het ritueel. En dan nog een kus en een knuffel en dat soort dingen. En dan gaat hij slapen. Wat er meestal gebeurt is dat als je net aan tafel zit, dan wil Eden ook eten. Ik geef borstvoeding, dus dat is dan sowieso een uitdaging. Nou probeer ik dat natuurlijk ervoor te doen, maar het lukt niet altijd. Gaat ze daarna gewoon krijsen. En dat is heel lastig, want ze probeert voor Niels een rustig moment te creëren. Wie heeft hier ervaring mee? Let me know. En het is ook niet elke avond, soms gaat het ook wel goed. Maar vooral die avonden zijn dus voor haar heel onrustig. Wat weer zou kunnen kloppen met krampjes, want je avondmelk is eigenlijk van de slechtste kwaliteit. Maar zoals vanmorgen heeft ze ook gewoon 1,5 uur lopen huilen. Dan krijgen we er alleen stil door er over de schouder te leggen. Laten we zeggen, Sven krijgt er alleen stil door er over de schouder te leggen en zo maar toch op te lopen. Ja, dat is niet echt te doen. Dus dat is wel lastig. En nu ligt ze alweer de hele tijd heel tevreden te slapen. Dus het is gewoon een beetje zoeken. Zijn het nou wel krampjes? Zijn het nou geen krampjes? We willen sowieso met haar naar de osteopaat toe. Daar heeft Niels toen ook heel veel baat bij gehad met zijn krampjes. En die had ook vanwege de vacuümverlossing had hij ook wat nekpijn. Bleek, daarom lag hij niet lekker. En zij vindt gewoon verticaal ook het prettigst. Dus ja, ik dacht baat niet, schaadt niet, dus daar wil ik heen. Maar er is nog een ander dingetje. Ze krijgt soms een blauw been. Of 2 blauwe benen, over het algemeen 1. Het consultatiebureau wist niet goed wat ze ermee aan moesten. Maar dat was ja, laat toch maar even checken bij de huisarts. De huisarts zei ook, ja, ik kan niks vinden, dus gaan we naar de kinderarts. Dus daar gaan we komende week heen. Niemand lijkt ze er echt heel druk om te maken. En wij dus ook niet, maar het is wel een opvallend fenomeen. Het trekt ook heel snel weer weg. Het komt en het gaat, zeg maar. Maar... en ik denk dat het misschien als het een winterbaby was geweest, het ons niet is opgevallen. Omdat nu zit ze natuurlijk heel vaak in blote beentjes, want het is heel warm. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Daar gaan we woensdag heen. Maar ik wil dat wel eerst hebben gedaan voordat ik naar de osteopaat ga. Omdat de osteopaat wel ook altijd weet of er nog medische dingen zijn. Dus ja, dat. Nou, borstvoeding gaat dus hartstikke goed. Eigenlijk vanaf dag 1, dus daar mag ik echt weer niet over klagen. Ik vind het zelf wel lastig. Nu ook met Niels erbij. Niels is echt een schatje. Niels is echt het liefste woordje aller tijden. Totaal niet jaloers. Hij zorgt heel goed voor. Hij zegt, ah liefie. En gaat hij allemaal kusjes geven. Hij is ook niet boos als ik met haar zit of zo. Het is alleen dat ik het zelf lastig vind. Dat ik de enige ben die haar van voeding kan voorzien. Aan de ene kant gebruik ik net als bij Niels een theepoeltje. Dat komt omdat ik een tekort melkkanaaltje heb. Dus is het heel lastig aanhappen. En los daarvan doet het pijn voor mij. Dus ik gebruik aan één kant een tepelhoedje. Wat inhoudt dat je één keer in de 24 à 48 uur moet kolven. Dus Sven geeft sowieso één keer de fles. Als ik kolf komt er echt heel veel uit. Ik heb geen idee hoeveel ze daarvan drinkt. Maar als we, tenminste normaal. Maar met een fles drinkt ze daar ergens tussen 60 en 100 cc van. Dus dat is nogal een verschil. Dat hangt denk ik een beetje ook af van het moment van de dag.
Maar ik kolf, als ik dus mijn borsten helemaal leeg kolf, dan kolf ik gewoon twee volle, dus bijna twee keer vol. Dus niet 150, maar laten we zeggen 100, 120 twee keer, dus best wel veel. Dus de productie is geen probleem, maar misschien is het juist te veel voor haar of ik weet het niet. Maar goed, het regelt zich als het goed is, het vraag en aanbod, dus het zou zo kunnen regelen. En daar heb ik iets, want ik dacht, ja, als ik dan om en om de borst moet doen, word ik gek. En tegelijk vind ik heel lastig, omdat ik dat apparaat dan niet goed kan bedienen, want dat blijft dan niet zitten. En dan, nou goed, heb ik te weinig handen voor, zeg maar. Dus ik wilde mezelf toch trakteren op een kolf bij haar dit keer. Ook vanwege de houding, want anders zit ik altijd een beetje zo lastig doen met die kolven. En ik dacht, dan heb ik gewoon mijn handen vrij. Dus ik heb een kolf bij haar gekocht. Ik heb een Ardo kolf. Die is heel fijn, dus volgens mij de stilste kolf die er is. Die had ik met Niels al, dus die heb ik natuurlijk gewoon weer uit de kast gehaald. Maar ik heb een Medela kolf bij haar. Dat is niet een match made in heaven, maar het werkt. En dit is de nieuwe variant, want de oude variant begrijp ik dat die minder goed bleef zitten. Deze doet het echt heel goed. En volgens mij, ja, je moet maar even kijken. Soms staat het er heel duidelijk bij de omschrijving dat het de nieuwe is. Want daar zou ik echt voor gaan, want ik heb niet heel goede verhalen gehoord over de oude variant. Maar deze vind ik dus heel fijn, maar misschien hangt het ook van je formaat borsten af. Dit is, hij ziet er zo uit. Je doet hem zo om. Je kan hem hierboven, doe je met een soort haakje. En dan rits je hem daarna hier beneden dicht. Nou, er zit dus hier een gat en hier een gat. Hier doe je je kolfschilden doorheen, zeg maar. En dat is het een beetje waard. Lastig is met mijn Ardo kolf. Ik denk dat de Medela er makkelijker doorheen gaat, mag ik aannemen. Maar bij de Ardo moet ik best wel even wat werk verrichten om hem er doorheen te krijgen. Nou, die rits hem dus dicht en dan kan je gaan kolven. Vind ik echt heel fijn werken. Het kost, zeker omdat ik dus die kolfschilder niet heel makkelijk doorheen krijg, kost het even wat tijd om het allemaal te installeren. Maar dan zit je gewoon en dan ben je ook sneller klaar. Want normaal denk ik dus om en om, dus dan ben je door de tijd kwijt. En nu ben ik zo'n 10 minuten, een kwartiertje kwijt. Nou, zeg maar een kwartier inclusief dit gebeuren. Versus, nou ja, 20 minuten, een half uur, zeg maar, als ik het om en om zou doen. Dus mij wil je niet klagen. Dus ik vind deze heel fijn. Dit is dus de ja, volgens mij is er maar één Medela bij haar. Maar ze hebben dus een nieuwe en een oude versie. Dus let daar vooral even op. En mijn idee, maar ja, daar is niet geen gegrond onderzoek naar gedaan. Maar mijn idee is dat deze gewoon een helder logootje hier staan. En dat dat het verschil was. Maar misschien heeft de oude dat ook. Je moet ook goed naar de maten kijken. Ik was namelijk eerst op bol.com, maar daar hadden ze alleen maar S en L. Die was overigens goedkoper. Maar dat was volgens mij een aanbieding. Maar de M was niet. En ik heb een M nodig, want ik heb nu 75G ongeveer. Dus dat is groot. Maar er staat gewoon een mate wel van bij welke maat je welke maat van de Medela moet hebben. En ik had een M nodig. En hij zit heel goed. Dus dat. Omdat Elin dus toch vrij vaak ontroostbaar is, heb ik twee boeken aangeschaft. De eerste is deze, De Tevreden Baby. Die heb ik nog niet gelezen. Maar dit gaat gewoon over hoe je baby 's nachts doorslaapt, staat er. Nou, daar hoeven wij niet te weten, want dat doet ze eigenlijk wel heel goed. Maar het gaat ook over hoe minder snel last van krampjes en dat soort dingen. En ik dacht, ja, laat maar gewoon eens gaan beginnen. Hier staan ook allemaal schema's in en dit gaat ook over een vast patroon krijgen. En dat wil ik natuurlijk, op een gegeven moment wil ik graag dat hun schema's een beetje gelijk gaan lopen. Dat kan nu nog niet, maar volgens mij kan je vanaf 6 weken daarmee beginnen. Dus ik wil dat gewoon gaan lezen. En wat ik ook aan het lezen ben is deze. Dat heet, oh nu gaat de kaft alweer weg, maar dit heet De Blije Baby. Maar dit komt mijn e-reader. En dit gaat ook gewoon een beetje over hoe het werkt naar zo'n ritme van een baby. Want dat is denk ik van elke moeder van twee of meer de uitdaging is. Hoe krijg je die ritmes een beetje op elkaar afgestemd? Nou, verder is het gewoon een prachtig meisje met een hele grote bos bruin haar. Grote blauwe kijkers die echt al heel nieuwsgierig de wereld inkijken. Wat heel opvallend is, is dat ze ongeveer een week geleden al huilde met een traan. En sindsdien doet ze het nog steeds. En dat is... er was degene van het concept ook best wel verbaasd. Want het zijn meestal gebeurd pas bij de eerste vaccinatie. Nou, die hebben we nu over een week of drie. Dus het was toen nog een week of vier, vijf weg, zeg maar. En ik las bij op de Oei, ik groei app, waar ik gemeene gevoelens over heb. Maar het wil soms wel eens helpen voor ouders die even niet meer weten
Want dan had ze hem, en als ze dan toevallig heel erg huidig zijn, dan kan je zeggen, oh, het is een sprongetje. Maar in die app stond het ook over de eerste sprong en dat het wel een heftige is. Want ze leren natuurlijk ineens de wereld kennen en het is niet meer die fijne donkere baarmoeder, maar het is gewoon een wereld met allemaal prikkels. En er stond dat ze na de sprong en toen het, zeg maar, toen zij de traan kregen, was die sprong nog iets van 4 dagen of zo away. En daar rekenen ze vanaf de uitgerekende datum. Daar stond van, hè, die dan na die eerste sprong komt dus de traan. Dus dat maakt dat ik wel denk dat ze op zich wel iets verder zit in haar ontwikkeling qua dat ze niet... En niet dat we niet moeten rekenen met die 3 weken zo oud als ze is, zeg maar het moment dat ze geboren werd. Maar inderdaad vanaf de uitgerekende datum, dat ze dus echt eigenlijk al wel 5 weken is. Hè, dus dan hoop ik maar dat die darmkrampjes ook bijna hun piek bereiken. Maar goed, ze heeft al gehuild met een traantje. Maar verder, ze slaapt, nou, 's nachts dus hartstikke goed, dus dat is heel fijn. Toevallig vannacht wat minder, maar over het algemeen heel goed. Het verbaast me ook dat Niels niet wakker wordt van gekrijs en zo. Dat is me echt een raadsel, want nou ja, we wonen gelijkvloers. Dus ja, je hoort in principe veel. Maar hij staat er gelukkig heel goed doorheen. En ze is verder, als ze geen... Nou ja, ik weet dus gewoon, we weten gewoon niet of het krampjes zijn. Maar als ze niet huilt, is het echt gewoon ontzettend poepie. En kijkt gewoon echt heel, heel mooi de wereld in. We zien ongelooflijk veel gelijkenissen met Niels, ondanks dat zij echt een hele bos donkerbruin haar heeft. Dat, nou ja, gelukkig hoor ik van veel mensen dat dat gewoon uitvalt en dat blond wordt. Alhoewel ik bruin haar ook prachtig vind. Alleen ik weet niet van wie ze het dan zou hebben. Doet ze het gewoon eigenlijk heel goed. En ja, het is gewoon heerlijk, zo'n klein wurmpie. Het verschil met Niels vind ik echt enorm. Zij weegt nu zo'n 4,5 kilo en Niels weegt bijna 16 kilo, denk ik inmiddels. Misschien wel 17 al. Die is echt zo groot. Dat is echt een soort beer. En als ik die dan... Ik heb toevallig van de week een foto op Instagram gepost met een foto waar ik haar vast heb. En een tijdje later een foto waar ik Niels vast heb. Het is echt een verschil. En als ik Niels ook... Ze luier verschoon zijn, denk ik. Je bent echt zo'n grote pummel aan het worden. Dus het gaat goed met ons. Dat huilen is wel heel lastig, zwaar en hartverscheurend. En wat ik lastig vind, is de verdeling, zeg maar, tussen beiden. Een hele leuke tip die ik overigens kreeg van iemand is dat je ook gewoon af en toe tegen Eli moet zeggen van... Ook al wil zij helemaal niks. Eli, nu even wacht, ik ben even met Niels bezig. Dat Niels ook, want ik zeg natuurlijk heel vaak tegen Niels, even wachten, ik moet even Elin verschonen of ik moet even Elin te drinken geven of la la. Maar dat je dat dus ook af en toe andersom doet. En dat is heel lastig, want ja, zij, als ze gewoon lekker dicht staan, weet je dan zegt van nu even. Maar dat probeer ik dus wel af en toe te doen. Eigenlijk gaat het hartstikke goed. Ik voel me prima. Ik ben heel blij dat die borstvoeding gewoon zo goed loopt. Dat kan ik ook nog even laten zien. Ik heb... een hemd aan nu. Dat is ook nog wel een tipje. Dat kreeg ik als tipje bij de zwangerschapscursus. Koop corrigerende hemden van de Hennis. Van de Hema. Want dat zorgt ervoor dat je na de bevalling dat je buikspieren een beetje bij elkaar komen. Dan kunnen ze weer makkelijker tegen elkaar aangroeien. Nou, is dat bij mij bij de vorige niet gebeurd. Ik weet niet of dat dan überhaupt nog kan. Maar ik dacht, ik ga het in ieder geval doen. Je moet ze niet de hele dag aan hebben. Je hebt ook van die sluitlakens. Heb ik vorige keer gedaan, vond ik best wel heftig. En zeker omdat het nu gewoon echt 38 graden was, dat ik dacht, ja jongens, laten we elkaar geen gekken. Laten we niet gek doen, laten we gewoon het een beetje relaxer houden. En die dingen zitten ook niet lekker. En deze hemden van de Hema zitten eigenlijk prima. Ik ben begonnen met een M. Omdat ik dacht, dan is het nog een beetje relaxed. En ik heb nu een S aan, maar eigenlijk had ik denk meteen wel de S kunnen doen. Deze zijn niet super heftig. Je moet ook juist niet te heftig hebben, want je buikspieren moeten uiteindelijk zelf het werk doen. Maar ik zal het even laten zien. Ik ga een beetje dicht op de camera. Maar het is dus gewoon zo'n super stretchy hemd. Ja, dit is mijn buikje nu natuurlijk nog. Ja, dat is natuurlijk nog niet weg. Het is natuurlijk al 1000 keer minder dan toen ik zwanger was. Maar er zit nog gewoon wel een buikje. En helaas heb ik op het laatste moment toch nog wat serieën gekregen. En daar baal ik ongelooflijk van. Want met Niels heb ik dat niet gehad. Maar ja, zij is natuurlijk nog langer blijven zitten dan Niels. Het was heel warm.
Ik heb vrij veel werk moeten verrichten om eruit te krijgen. Ik denk dat het gewoon allemaal niet heeft geholpen. Want ja, het is nu toch, het is niet heel erg. Het is wel een beetje en dat is toch jammer. Maar eigenlijk alleen maar een beetje rond mijn navel. Nou goed, dat is wat het is. Ja, verder herstel ik dus eigenlijk gewoon wel goed. Dus daar ben ik wel blij om. Ja, dat is het denk ik voor deze keer. Volgens mij was het een behoorlijk lang verhaal. Ik ga regelmatig updates opnemen. Ik weet niet precies hoe vaak. Als je het leuk vindt, kan ik ook nog wat leuke kraamcadeautjes laten zien volgende keer. Want we hebben natuurlijk ongelooflijk veel leuke dingetjes gekregen. En ja, laat dat vooral weten als jullie het leuk vinden. En natuurlijk mijn bevalverhaal. Dat komt er dan binnenkort aan als jullie het leuk vinden. En ja, ik hoop dat jullie deze update leuk vonden. Geef vooral tips mocht je ervaring hebben met heel erg huilende baby's in deze fase, zeg maar. En de combinatie tussen een peuter en een baby. Alhoewel Niels dus echt fantastisch doet. Echt absoluut. Wij wisten al, tenminste, wij dachten al dat hij gewoon heel lief zou zijn. Maar dat het zo zou zijn. Hij heeft eigenlijk één dag gehad dat hij gewoon een beetje hysterisch druk was. Dat was aan het einde van de kraamweek. Ik denk dat hij toen een beetje klaar was met allemaal vreemde mensen in zijn huis en zo. Maar ja, dat is eigenlijk het enige. Dus we zijn echt super trots op hem. Op Kees. Dus ja. Ik had het jullie leuk vonden. Mocht je ook een pasgeboren frummeltje hebben, ben ik heel benieuwd hoe het daarmee gaat. Want ik weet dat veel zwangeren mij hebben gevolgd. En een aantal zijn al bevallen, een aantal nog niet. Ik ben heel benieuwd hoe het met jullie gaat. En ja, laat het vooral weten hieronder in de comments. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het fantastisch vinden, mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat je abonneert op mijn kanaal. Dat kan hieronder en hier op mijn hoofd. Kan je klikken en dan komt het allemaal goed. En doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video. En natuurlijk zondag weer bij een nieuwe vlog. Doei!